Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe FaceTime video. Vandaag is het vrijdag 11 februari en morgen is het mijn verjaardag. Morgen word ik dus 23 en ik heb nu net gedaan met werken. En deze avond gaan we al op restaurant met mijn ouders, mijn vriend en mijn zus en haar vriend. Dus we gaan naar een pizzeria. En nu, dus zoals ik al zei, ik heb gedaan met werken en nu gaan we even nog een aperitiefje drinken. Dus straks moet ik nog even wat klaarmaken. En morgen gaan we ook nog een aantal dingen doen. Dus het wordt een soort weekendvlog met mijn verjaardag. Als dat was een leuke video vindt, geef dan zeker een duimpje. En laten we direct van start gaan met de video. Vandaag zijn we zaterdag en vandaag is het dus mijn verjaardag officieel. Ik ben vandaag 23 geworden en in de voormiddag gewoon wel uitgeslapen en zo. En in de middag hebben we dan pannenkoeken gegeten. En nu is het iets na de middag en gaan we spits naar een winkel en zo gaan. En deze avond gaan we dan ook nog naar de Kinepolis. Alleen mijn vriend en ik, want het is zo ook een special voor Valentijn. Omdat maandag Valentijn is. En dan konden we zo 2 tickets kopen voor dan een aantal films die avond. En dan is dan zo met die cozy seats. En dan krijg je ook nog een goodie bag met M&M's en een ijsje en zo. Ik weet niet waar het nog allemaal in zit. Maar dat gaan we dus deze avond doen. Nu gaan we waarschijnlijk even naar de winkel. En ik mocht nog mijn cadeautje open doen dat ik heb gekregen van mijn vriend. Gisteren heb ik al een aantal cadeautjes gekregen van mijn zus en mijn ouders en zo. Ik heb ook al een cadeautje van een van mijn beste vriendinnen gekregen. Alleen via mail als een bon van de Sarah. Dus ik heb al leuke dingen gekregen. En ik heb ook gisteren al leuke dingen gedaan. Het was ook een lekkere pizza. En dan zijn we thuis nog gekomen om een dessertje te eten. En het was dus natuurlijk al een leuke tijd. En nu gaan we dus naar de winkel. Dus kijken gewoon. Het is ook echt een mooie zonnige dag zoals je kunt zien. Dus ideaal om vandaag mijn verjaardag te vieren. We zijn nu weer thuis van de cinema. Het is nu 10:45 ongeveer. Dus we zijn naar Kinepolis gegaan in Brussel. En daarvoor hebben we nog een McDo gegeten. Dat was ik ook vergeten te filmen. Ik heb eigenlijk gewoon nog een kleine clip van toen alles al op was eigenlijk. En dan zijn we dus doorgegaan naar de Kinepolis. En dan kregen we dus die goodie bag. Ik ga het subitus laten zien wat er daar allemaal in zat. Wel nog de moeite eigenlijk. En het was ook een leuke film. Het was dus de film The Hating Game. Is gebaseerd eigenlijk op een boek. Had ik ook al veel over gehoord. En is zowel een typische romcom eigenlijk. Zo'n soort 5TV film. Is wel een aanrader. Moest je die ook willen gaan kijken. En dan hebben we dus die goodie bag gekregen. Ga ik even laten zien wat daar zoal in zat. Dus zo kregen we dan een zak. Valentine Movie Date.
En dan zat daar van alles in. Ook wel met grappige dingen zoals zo'n zonnebril. En dan mochten we ieder mocht twee drankjes kiezen. Dus gewoon twee cola zero's, de andere twee die zijn er al op. En dan was er ook zelfs een vriesdekentje bij, maar dat hadden we niet open gedaan, want het was al redelijk warm. Maar ja, we mochten allemaal meenemen. En dan nog zo'n M&M's ook. Nog een muntjes. Nog een zonnebril. En dan nog een aantal snoepjes. Een aantal snoepjes. En wat zit er nog in? Muntjes en dan ook nog zo een pralinetje of zoiets. Dus dat zat er allemaal in. Dan was er ook nog Indus popcorn bij. En dan waren sommige popcorns zo met roze glazuur op. En dan ook nog twee magnum ijsjes. Zo die met aan de buitenkant roos. En aan de binnenkant is dat ook zo met roze glazuur in. En dat was er dus ook nog bij. Dus op zich wel het geld waard. Want dat was dus €50 met die twee filmtickets er dan inbegrepen. En dan hadden we die cozy seats. Dus dat was wel leuk. Ik denk dat dat nog tot maandag is. Want maandag is het dan de Valentijn. Maandag kun je dat denk ik ook nog doen. Dus zeker, als je het eens wilt proberen, kun je het ook doen. En gewoon de film op zich is ook een leuke film. En nu gaan we denk ik gewoon nog iets kijken op tv of zo. En wat chillen. En dan gewoon slapen. Dus dan zie ik jullie morgen wel weer. Op dit moment zijn we al zondag. Ik kan nog even laten zien wat ik nu heb gekregen. En dan ga ik de video afsluiten. Vandaag ga ik gewoon nog wat chillen en zo. Het is al bijna 3 uur. Gisteren hebben we dus nog naar Love is Blind seizoen 2 gekeken. Alleen een paar afleveringen, natuurlijk niet alles al. Dus vandaag ga ik gewoon nog wat chillen en het weekend afsluiten. Het was een heel leuk weekend. Een leuke verjaardag gehad. Ook leuke dingen gedaan. Ik was al niet meer naar de cinema gegaan sinds voor corona. Dus dat was ook al een lange tijd geleden. Dus dat was ook eens leuk. En ook op restaurant was ook wel al lang geleden met iedereen. Eerst heb ik deze muismat gekregen. Dus in de vorm van een kattenhoofd. En dat is eigenlijk dus van de kattenorganisatie. Ik had dat al gezegd aan mijn zus van zo'n muismat. Ik heb dat nu niet. En dat is wel handig. Zeker voor met thuiswerk en zo. En zo sponsoren we dan ook nog eens de katten. Dan heb ik ook nog een boek gekregen voor mijn mama. En dan heb ik ook nog een extra batterij gekregen voor mijn camera van mijn vriend. Het is wel super handig, want vaak is het dan dat ik mijn batterij al oplaad als ik zie dat die nog maar 2 balkjes heeft en ik weet dat ik een nieuwe video moet filmen of zo. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo goed voor die batterij om die niet helemaal plat te laten gaan. En daardoor een extra batterij is super handig. Dan als die ene batterij uitvalt, kan ik gewoon direct verder met de nieuwe. En dan heb ik ook nog deze blazer gekregen. Dat is van het merk Saint-Tropez. En een tijd geleden, echt al in oktober of zo, had ik die gezien in de winkel. Maar dat vond ik die zo'n beetje duur voor wat het was eigenlijk. Maar nu hebben mijn zus en zo die toch dan gekocht voor mij. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Hierbij ga ik de weekendvlog dan ook beëindigen. Hopelijk vond je het een leuke video. Ik heb alvast genoten van mijn verjaardag. Als jij het ook een leuke video vond, geef dan zeker een duimpje. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal als je nog meer van dit soort video's wilt zien. En dan hoop ik jullie graag terug te zien in de volgende video. Dag!